The Imperial throne sits empty. The dragonfire's cold, unlit. And from every corner, darkness grows. Now, ancient enemies band together. Unlikely alliances are forged. Old ambitions rekindled. And as enemies rise faster than allies, salvation cannot come from one hero alone. Hallo, dankjewel voor het kijken naar weer een nieuwe Let's Play. Zoals elke vrijdagmiddag gaan we hier op de Power Unlimited redactie spelen. En vandaag is dat The Elder Scrolls Online, de lang verwachte MMO in de wereld van Tamriel. Ja, ik heb er wel zin in nu. En hier naast mij zit Cornel. Jullie kennen hem als stagiair en vandaag is hij opgewaardeerd tot medespeler. Hele zenuwachtige medespeler. Ben je zenuwachtig? Ja, al die mensen die naar me kijken. Dat zijn er niet zoveel, joh. Dat valt best wel mee. En ik heb één... Noord Dragon Knight. Awesome, ik heb een Red Guard Templar. Oké, nou we gaan vandaag vanuit mijn beeld, zien we alles. Jij loopt ook ergens rond in de wereld van Tamriel. Waar ben jij eigenlijk? Ja, ik ben net begonnen, dus ik ben nu Vulkhel Guard. Wat ziet er nou uit dat jouw graphics scherper zijn trouwens? Heb ik... dit is misschien een mooi... Oh ja, voor jou lijkt het heel groen uitgeslagen. Heb ik hem niet. Nou, is nog... helderheid misschien te hoog. Fuck it, boeit niet. En kijk dan, dit is wel mooi. Plans. Ligt er wel water? Of is het gewoon een raar gesteente? Nee, dit is water. Dit is een plasje, kijk maar. Oh ja, ja, ja. Zie je, mijn pet loopt er doorheen. Hallo, pet. Dat is jouw pet, heb ik die ook? Cornelhater. Er zit iemand hier die heet Cornelhater. Dat is een goed begin. Waarom ben jij een Cornelhater, Cornelhater? Cornel is echt een lul. Ik denk dat het een grapje is. Kijk, het is groen. Ja. Oh. Al die bo- Het is mooi groen. En mijn plekjes. Volgens het WNF heeft Cornel genoeg vitamine in zijn baard om een echte Vlaamse waterpapalulu in leven te houden. Vlaamse waterpapalulus, dat doe ik niet aan. Nee. Klootzakken. En MMO's moet je natuurlijk zelf. Hoe noem je dat? Zelf providerend. Zelf supplyen. Zelf verschaffen. Ja, je moet je eigen shit maken. Ik zie wel jouw pijltje dat je ergens bent, maar oh, ben jij dat? Ja hoor, ik ben hier op dit. Nee. Je bent onzichtbaar. Jij bent. Nee. Waarom ben jij onzichtbaar? Jij bent onzichtbaar. Nee, jij bent onzichtbaar. Nee, jij bent onzichtbaar. Hoe kan dit? Waarom? Is het je computer? Hé, kijk aan! Ja hoor, ja, toch. Kom, we gaan deze kant op. We gaan even naar een question toe. Zo. Ik ben trouwens zo'n MMO-speler die de hele tijd springt. Oh, ja? Ja. Oh, wat vervelend. Bunnyhopper ben je. Oké, stop. Hé, ben jij daar nou? Ja, ik ben er. Hoezo ben jij er 10 keer zo snel gekomen terwijl ik op mijn paard zit? Dat komt omdat ik heel dik ben. Heb je gefast-traveled, jongen? Ik heb gekoprold. Om een idee, nog weer even een idee van schaal te geven, ga ik wel weer even je laten zien hoe groot dit eiland is ten opzichte van de rest van de wereld en hoe lang je erover reist. Hier, daar ga ik, daar reis ik over de map. Zie je me gaan? Oh. Nee. Hey, wat doe je nou, jongen? Wat is dit, joh? Mag ik hier niet verder rijden? Soms doet hij dat. Ik denk van waarom stap je nu af, lul? Heb ik dat gezegd? Hier, nieuw questje. Oh, jochie. Dan zit je nou lomp rond te zwaaien met je ding. Hey, er is niks. Yeah, bitches. Ja, dat denk jij. Ik zie ze overal! Ik ga even proberen deze boss weer te verslaan, want de vorige keer lukte me dat niet op level 4. Oh ja, ja. Ga ik hem pakken met dat, jongens. En dan ga ik hem even daarmee pakken. En dit is een ultimate. Doe alsof ik iets doe met het. Boom! Dat ben ik. Oké. Yeah, bitches. Oh, ik zou ook even armor doen. Ja, nou moet het toch wel lukken, jongens. Ging jij dan naar dood? Of is dan. Wie is dat? Hoppa!
Dat scheelt me dit keer ook weer niet veel. Ik zie je daar nu en jij hebt een zwaardje. Dan kun je zien dat je in gevecht bent, denk ik. And you're not giving a fuck en je blijft gewoon staan. Ja, maar ik weet niet. Hey, ik zie dat je vecht. Maar je is vet aan lopen, man. Come on. Je moet gewoon even deze kant op. Ja, ja, kom maar. Hier, dit is een soort van get over here move. En dit is een soort van verlammende move. En hiermee ga je hem dan laten bleeden. En hiermee, tak, moet je hem zo een klap geven als hij dat doet. En dan is hij verdoofd. Normaal met je neer. Nou, oké. Okay. Oh, dat kun je trouwens wel, hè? Hij blijft het ook doen als je wegloopt. Hier. Hier. Ik heb even alleen dat je nooit. Ja, maar kijk, de animaties zijn misschien niet fantastisch, maar kijk dit toch. Dat is toch mooi, hè? Kijk die lensflare. Ja, toch? J.J. Abrams zou een stijve pik krijgen nu. Koop eens een paard dan. Die kun je hier kopen. Pardon. Hier. Oh, daar, ja. Zie je de paardenhand? Ja, je ziet de paardenhand! Kijk, daar gaan. Woep, woep. Daar gaat hij. Onze Red Guard. Yes, hij kan springen, Woehee. Hij kan ook stijgeren, heel, heel episch. Check, zal ik eens even een mooi kader... Oeh, als ik wacht op een bliksem en dan sta... Oh nee, dat kan niet. Oh, 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 dat is een vet plaatje, daar had ik een screenshot van moeten nemen. Hey mensen, dankjewel voor jullie aandacht. Ik vond het weer fijn. Ja, tot ziens, tot de volgende keer. Yo, wacht eens even, ik zie hier gewoon blaadjes van de bomen afvallen. Kijk. Nou. Ik krijg er helemaal een warm gevoel van. Een warme tinteling van in mijn... Nee. Penis. Toch doen!